Ook vandaag nog een flinke stroom water het dal in, bij het gehucht Waterval in Meersen. Het gevolg van de hevige regenval van gisteren. Het was alsof de hemel openbarstte en ik in één keer een hele grote plons water naar beneden viel. En dat noemen ze dan een wolkbreuk. Het was gewoon een vreselijke ervaring. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, liggen er in Zuid-Limburg zo'n 360 regenwaterbuffers. En deze regenwaterbuffer die vangt dat water dus op. Het blijft hier dus achter, het wordt tegengehouden. En het wordt met een heel beperkte hoeveelheid wordt het doorgelaten, zodat de buffer wel leeg loopt. Maar veel minder snel dan dat de buffer er niet zou liggen. Er kan 24 miljoen liter water in zo'n regenwaterbuffer. Maar bij regen als gisteren duurt het toch maar een uurtje voordat die vol is. En er alsnog overlast kan ontstaan. Het regenwater stroomt dan in één keer het bewoonde gebied in. En de riolering kan het daar niet meer aan. En daar is, hoe vervelend dat ook klinkt, maar heel weinig aan te doen. Te veel, too much. En dan kun je niks meer. Dan ben je overgeleverd aan wat er gaat komen. En dat er nog heel wat gaat komen is onvermijdelijk. Hoewel de hoeveelheid regen van gisteren wel heel uitzonderlijk is. En je ziet dat hier een neerslag heel geconcentreerd was. Hè? Een aantal dagen en dan weer een lange droge periodes. En ja, dat is toch wel opvallend voor deze julimaand. Dus recordnat, maar ook zeer warm. In een aantal gevallen zijn de regenwaterbuffers echt nog te klein. Dan zijn we dus ook nog aan het vergroten. En waar we eigenlijk ook naartoe willen is om die regenwaterbuffers en sowieso de watersystemen nog robuuster te maken. We verwachten toch een klimaatverandering waardoor dit soort buien inderdaad vaker kunnen voorkomen. Daar willen we ons tegen wapenen. De schade van het noodweer in Limburg wordt geschat op zo'n 1 miljoen euro.